Welkom bij de examenpodcast van Maatschappij Lid 2, VMBO, KB en TL. Het onderdeel Politiek en Beleid. Wat wordt er van je verwacht bij dit examenonderdeel? Je moet Nederland kunnen omschrijven als een parlementaire democratie in een rechtsstaat en als een constitutionele monarchie. De parlementaire democratie betekent dat Nederland een parlement heeft dat democratisch gekozen wordt. En dat parlement moet zich dan ook houden aan de grondwet. En een constitutionele monarchie betekent dat wij een grondwet hebben waar staat dat wij een koninkrijk zijn. Wat zijn dan de kenmerken van een parlementaire democratie? De politieke macht ligt namens de burgers bij het parlement. Wij kiezen immers het parlement, ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Het kabinet of de regering kan ter verantwoording worden geroepen door de volksvertegenwoordiging. Het parlement, zowel wat bestaat uit de Tweede en de Eerste Kamer, neemt uiteindelijk de beslissing over wetsvoorstellen. Er zijn vrije en geheime verkiezingen en algemeen kiesrecht. Je hebt het recht dus om vertegenwoordigers te kiezen en je hebt ook het recht om op een andere wijze invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Daarover later meer. Alle bevoegdheden en macht van bestuurders zijn vastgelegd in de grondwet. Er wordt altijd besloten met een meerderheid van stemmen, want dat is wat democratie is. Maar er wordt wel rekening gehouden met de minderheid. Er is sprake van machtenscheiding. De wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht, ook wel de trias politica genoemd. Dit moet machtsmisbruik van de overheid voorkomen. In Nederland zijn de wetgevende en de uitvoerende macht niet zuiver gescheiden. Dat betekent dat de wetgevende en de uitvoerende macht voor een deel dezelfde zijn. Je hebt grondrechten en die staan in de grondwet. Voorbeelden van grondrechten zijn vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van vergadering enzovoort. En ook heel belangrijk, alle burgers zijn voor de wet gelijk. Dit is artikel 1 van de grondwet in feite. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. De kenmerken van een rechtsstaat behandelen we in de examenpodcast over criminaliteit en rechtsstaat. Het functioneren van de parlementaire democratie. Voor inzicht in het functioneren van het parlement moet je behalve de kenmerken nog een aantal dingen weten. Verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn om de 4 jaar. Dat is als een regering de volledige 4 jaar volmaakt. Anders zijn ze natuurlijk eerder. Je moet weten hoe de kabinetsformatie gaat. De kans dat je in 2013 daar vragen over krijgt, is behoorlijk klein, omdat de kabinetsformatie gewijzigd is. Coalitievorming, dus het samenwerken van meerdere partijen in de regering, een regeerakkoord, terwijl het 4-jarenplan van de regering, een parlementair jaar, zeggen dat je eerst een begroting maakt, de miljoenennota krijgt op Prinsjesdag, de troonrede wordt voorgelezen op Prinsjesdag, en vervolgens wordt het behandeld in het parlement. En de Tweede Kamer als medewetgever, oftewel het recht van initiatief en het recht van amendement. De Tweede Kamer die kan een wetsvoorstel goedkeuren en daarna komt het bij de Eerste Kamer. Zij kunnen het wetsvoorstel alleen goed of afkeuren. Zij hebben dus niet medewetgevende rechten. De Tweede Kamer controleert de regering. Dat is een van de belangrijkste taken. Ze hebben 2 taken, wetgevende taak en een controlerende taak. En de ministeriële verantwoordelijkheid en kabinetscrisis moet je ook wat over weten. De ministeriële verantwoordelijkheid wordt verderop uitgelegd, net zoals een kabinetscrisis. Verschillen tussen een democratische rechtsstaat en een dictatoriaal politiek systeem. In een dictatoriaal politiek systeem heeft 1 persoon, een aantal personen of een kleine groep, terwijl 1 partij de hoogste macht. Dus
Eigenlijk is alle macht in handen van één. Er is dan ook geen sprake van een rechtsstaat. En er zijn ook vaak geen politieke grondrechten meer. Als er al verkiezingen worden gehouden, dan kun je vaak maar stemmen op één partij, die van de dictator. Ook zie je dat er in een dictatuur vaak censuur is. Dus dat kranten en tv-zenders niet de volledige waarheid vertellen, maar wat de machthebbers willen. Enkele voorbeelden. In de geschiedenis ben je tegengekomen de dictaturen van Hitler in Duitsland, Mussolini in Italië. En we hebben nog communistische regimes, oftewel communistische dictaturen in China, Cuba en Noord-Korea. Verder zijn er nog verschillende dictatoriale of dictatoren te vinden in verschillende Afrikaanse, Aziatische en Arabische of Islamitische landen, bijvoorbeeld in Iran. De taken van de regering en het parlement. Het parlement bestaat uit de Tweede en de Eerste Kamer. Het aantal zetels moet je weten. De Tweede Kamer stelt 150 en de Eerste Kamer 75. Er zijn dus in totaal 225 volksvertegenwoordigers. De Tweede Kamer die wordt rechtstreeks gekozen door ons, terwijl de burgers. En die Kamer bestaat uit fracties. Dat zijn personen of personen van dezelfde politieke partij die in de Kamer zitten. In het parlement kun je ook nog een verdeling maken eigenlijk tussen regerings- of coalitiepartijen en oppositiepartijen. Dit is verder niet een indeling. De partijen die samenwerken in de regering noem je coalitie en de rest is automatisch oppositie. Wat zijn nou taken van de regering? De regering bereidt nieuwe wetten voor of zorgt voor de uitvoering van overheidsbeleid. Ze komen dus met wetsvoorstellen, begrotingen en nota's. Het parlement heeft twee taken waarmee ze de regering kunnen bijsturen. De medewetgevende taak, dus wetten goedkeuren en afkeuren en zelf wetten indienen, ook wat recht van initiatief en het recht van amendement. Deze rechten zijn alleen voor de Tweede Kamer, niet voor de Eerste Kamer. De controlerende taak. De controlerende taak is bedoeld om te zorgen of de regering wel doet wat ze horen te doen en of ze dat ook wel op een goede manier doen. Daarvoor hebben ze dus een aantal mogelijkheden gekregen om die taak goed uit te voeren, ook wel instrumenten genoemd. Daarbij hoort het recht van interpellatie, dus het recht om een minister ter verantwoording te roepen, het recht om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen, ze mogen een onderzoek instellen, ook wel een het recht van enquête en de bekendste daarvan is de parlementaire enquête. Ze kunnen moties indienen, wat eigenlijk een soort verzoek is, en ze kunnen een begroting goed of afkeuren of wijzigen natuurlijk. Dat hoort bij het budget- of begrotingsrecht. Wat is dan de verhouding tussen de regering en het parlement? Oftewel de vraag, wie heeft de meeste macht van de twee? Wetsvoorstellen komen meestal van het kabinet en worden door de Tweede Kamer gewijzigd, verworpen of aangenomen. De regering kan niet regeren tegen de wensen van de volksvertegenwoordiging in als de meerderheid van die volksvertegenwoordiging bijvoorbeeld niet eens is met de regering. Moet je goed bedenken dat uiteindelijk in een democratie de volksvertegenwoordiging de uiteindelijke beslissing neemt en nooit een regering. Ministers kunnen dan ook de hele tijd ter verantwoording worden geroepen door de volksvertegenwoordigers. Ze hebben dus een verantwoordingsplicht. Deze ministeriële verantwoordelijkheid betekent dat ministers en niet de koning of koningin of de ambtenaren in het parlement verschijnen om informatie te geven en het beleid te verdedigen. Dit horen de ministers zelf te doen. En het parlement heeft het laatste woord. Ze kunnen bijvoorbeeld namelijk ook het vertrouwen in de minister opzeggen.
Als de regering zich niets aantrekt van de kritiek van de volksvertegenwoordiging, dan kunnen de ministers tot aftreden worden gedwongen. In dat geval krijg je nieuwe verkiezingen. Dat is de theorie. In de praktijk gaat het toch even wat anders, want heeft het kabinet vaak meer macht dan het parlement. Machtsmiddelen van het kabinet zijn: ze steunen op de meerderheid van het parlement, vandaar ook dat de coalitie zo belangrijk is. Ze hebben vaak de beschikking over heel veel deskundige ambtenaren, terwijl kennis is macht. Het regeerakkoord, wat wordt behandeld bij het stukje knelpunten. En ze kunnen dreigen met de kabinetscrisis of het aftreden daarvan. Wat zou leiden tot nieuwe verkiezingen en waardoor het land dus een tijdje zonder bestuur zit. Regeringspartijen hebben ook dan meer invloed dan oppositiepartijen. Dat is ook logisch, want ze hebben natuurlijk samen de meerderheid. Welke rol speelt de overheid op verschillende terreinen? Tot de overheid behoren onder meer het bestuur van het land, de provincie en de gemeente. Nederland kent dus 3 bestuurslagen of niveaus. Het bestuur van het land, ook wel het nationaal bestuur genoemd of de Rijksoverheid, bestaat onder andere uit het gekozen parlement, de regering en de ministeries. Het bestuur van de provincie bestaat uit provinciale staten en het college van gedeputeerden. De commissaris van de koningin is de voorzitter van het college van gedeputeerde staten. Hij wordt benoemd door de koning of koningin en wordt dus niet gekozen door de bevolking. Het bestuur van de gemeente bestaat onder andere uit de gekozen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders, oftewel het college van BMW. Het bestuur van de provincie en de gemeente is gebonden aan wetten en besluiten van de landelijke overheid. Zij moeten dus uitvoeren wat de landelijke overheid bedenkt. De overheid moet voor een aantal zaken zorgen die van algemeen belang zijn. Daarbij moet je denken aan het garanderen van openbare orde en veiligheid, zorgen voor verkeer en waterwegen, garanderen van een minimumniveau van bestaanszekerheid van alle burgers. Dat betekent dus dat er een minimuminkomen moet zijn waarmee je genoeg hebt om normaal te bestaan. Dit noem je ook wel bestaanszekerheid. En verder maken ze beleid voor alle maatschappelijke problemen die op de politieke agenda komen. Bijvoorbeeld criminaliteit. Nederland is een constitutionele monarchie. Behalve een leuke zin betekent dat natuurlijk ook nog wel wat anders. De koningin, of straks de koning, is staatshoofd en lid van de regering. De bevoegdheden, terwijl de macht van de koning of koningin, is beperkt door de grondwet. Ook wel de constitutie genoemd. Formeel heeft de koningin geen politieke macht. Voor wat zij in het openbaar doet, of wat straks koning Willem-Alexander in het openbaar doet, is de koningin zelf niet verantwoordelijk. Die ministers zijn daar verantwoordelijk voor. Zij moeten dus het optreden van de koningin verklaren als de Tweede Kamer het daar niet mee eens is. Dit wordt ook wel ministeriële verantwoordelijkheid genoemd. Het staatshoofd overlegt wel regelmatig met de minister-president en de ministers. Deze gesprekken zijn geheim. Dit wordt ook wel het geheim van het paleis of het geheim van Noordeinde genoemd. Dat betekent dat de koningin officieel dan wel geen politieke macht heeft. Maar als jij elke week met de belangrijkste bestuurders van het land om tafel zit, achter gesloten deuren, dan heb je wel degelijk veel invloed. Er is ook een kleine minderheid van de bevolking die liever geen koning of koningin wil. Die willen liever een republiek. In een republiek wordt de staatshoofd, bijvoorbeeld een president, gekozen door de burgers. Denk bijvoorbeeld aan Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. De koningin in Nederland heeft vooral een ceremoniële, een symbolische en een representatieve functie. En ze spreekt op Prinsjesdag namens de regering de troonrede uit.
Je moet ook kunnen uitleggen op welke wijze overheidsbeleid tot stand komt, wat de invloed van de Europese Unie daarin is, en je moet kunnen vertellen hoe Europese besluiten tot stand komen. Er zijn een aantal fasen in de politieke besluitvorming. Fase 1 is het uiten van wensen en erkennen van wensen als politieke problemen. Dit noem je met een kort woord agendavorming. Korte toelichting hierop. Als er problemen zijn in het land, dan gaan mensen daar op reageren. Ze kunnen dan een wens uiten. En eigenlijk kun je een klacht ook zien als een wens. Want als jij over iets klaagt, zeg je eigenlijk daarmee van: ik zou graag dat het beter wordt. Op een moment dat veel burgers dezelfde wens hebben en er wordt aandacht aan besteed door de media, dan komt het op de politieke agenda. Het krijgt dan dus de aandacht van politici. Niet alleen burgers, maar ook politieke partijen en politici kunnen met wensen komen in deze fase. Als het op de politieke agenda is gekomen, zal de politiek dus gaan behandelen. Om zaken op die politieke agenda te krijgen, proberen pressie- en belangengroepen, burgers enzovoort, de publieke opinie te mobiliseren. De publieke opinie is wat de meerderheid van de Nederlanders van iets vindt. Massmedia spelen daarbij een hele belangrijke rol om problemen onder de aandacht van politici te brengen. Vaak ook zetten politici of ambtenaren zelf punten op de politieke agenda. Bedenk altijd goed dat ze dit natuurlijk ook voor een deel doen om te scoren bij eventueel volgende verkiezingen. Sommige pressie- en belangengroepen of media slagen er beter in hun opvattingen, opinies, belangen onder de aandacht te krijgen van politici dan anderen. Dit heeft natuurlijk ook te maken met hoe groot zijn. Over de machtsmiddelen van pressiegroepen volgt verder op nog meer. Nu het op de politieke agenda staat, gaan we naar fase 2. Het vergelijken of afwegen van politieke problemen. En het bedenken van oplossingen voor politieke problemen, een bepaald politiek probleem. Oftewel ook een stuk beleidsvoorbereiding. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er zijn natuurlijk zoveel problemen in een land dat je keuzes moet maken welke je als eerste gaat aanpakken. Die keuze van wat je het eerst gaat doen, dat noem je een prioriteit stellen. Vervolgens moeten de bestuurders, oftewel de minister, komen met voorstellen voor oplossingen van een bepaald probleem. Als zij met voorstellen komen, dan noemen we dat beleidsvoorbereiding. Daarbij spelen ambtenaren een hele belangrijke rol. En wil je dus invloed hebben op die beleidsvoorbereiding als pressie- of belangengroep, dan moet je dus in deze fase vooral richten op ambtenaren. Dus in fase 2, samenvattend, wordt er gekeken van welk probleem gaan we als eerste aanpakken en je gaat dan oplossingen, verschillende oplossingen op papier zetten. Als dat allemaal gebeurd is, ga je naar fase 3, want je moet uiteindelijk een beslissing nemen over die oplossingen. Daarbij nemen eerst bewindslieden of bestuurders een besluit. Zij kiezen in hun ogen de beste oplossing. Maar in een democratie moet het ook altijd goedgekeurd worden door de volksvertegenwoordiging. Daarom heeft de Tweede Kamer bijvoorbeeld ook al die rechten, zoals het recht van initiatief en het recht van amendement. Als ze het ermee eens zijn, kunnen ze de wet goedkeuren of ze kunnen nog wijzigingen aan indienen. Voordat de volksvertegenwoordiging echter een
definitief besluit neemt, probeer je natuurlijk ook allerlei belangengroepen nog invloed uit te oefenen. Fase 3 is aan het einde als er uiteindelijk een beslissing is genomen. Dus zowel de Tweede als de Eerste Kamer het voorstel hebben goedgekeurd. Dan kom je bij fase 4, want als jij eenmaal iets besloten hebt te gaan doen, blijft er eigenlijk nog maar één ding over. En dat is het ook daadwerkelijk gaan doen. Zowel fase 4, het uitvoeren van besluiten. Ambtenaren onder verantwoordelijkheid van de minister of de wethouder bijvoorbeeld in de gemeente, moeten wetten en maatregelen uitvoeren. Daarbij kan het wel voorkomen dat besluiten soms anders geïnterpreteerd worden door de verschillende groepen, politici en ambtenaren. Oftewel, in de praktijk kan het uitvoeren van beleid heel anders uitpakken dan wat op papier is bedoeld. Een politiek probleem en politieke agenda. Politieke problemen zijn situaties die veel mensen als ongewenst beschouwen. En waarvan zij vinden dat de overheid een oplossing moet bieden. Politieke problemen zijn ook te groot voor mensen om individueel op te lossen. Als het op de politieke agenda staat, dan is het een politiek probleem. Veel problemen die het samenleven van mensen oproept, zijn politieke problemen. Denk bijvoorbeeld maar aan criminaliteit. Ze vereisen dan ook actie van de overheid en komen daardoor dus op de politieke agenda. Besluiten in Nederland zijn altijd compromissen. Dat komt omdat geen enkele partij een meerderheid heeft in de Tweede Kamer in Nederland. Wij kennen een meerpartijenstelsel. Dat betekent dus dat we niet bijvoorbeeld twee partijen hebben zoals in de Verenigde Staten, maar we hebben er een heleboel. En die moeten altijd samenwerken om een regering te vormen. En als je gaat samenwerken met anderen, kun je niet alleen je eigen zin doordrijven. Daarom moet je dus tot een overeenkomst komen en zul je dus allebei iets moeten toegeven. Nou, dat noemen we compromissen. De rol van regering en parlement bij het uitvoeren van politiek beleid. Ze maken wetten en ze nemen maatregelen die in het hele land algemeen geldig zijn. De regering bestuurt het land, terwijl dus het dagelijks bestuur, en het parlement controleert dat dagelijkse bestuur. In Nederland wordt de minister-president traditioneel geleverd door de grootste partij. Dus win jij de verkiezingen, heb je een grote kans dat je de nieuwe minister-president mag leveren als partij. De regering bestaat uit de ministers en de koningin, en het kabinet bestaat uit de ministers en staatssecretarissen. Kabinet en regering is dus niet helemaal hetzelfde. De koningin. Nou, we hebben het al gehad over de rol van de koningin. In Nederland is een constitutionele monarchie. De gemeente en het gemeentebestuur. De gemeente is de overheid die voor de burger in zijn directe leefomgeving het meest van belang is. Of, simpeler gezegd, van alle overheden heb jij het meest met de gemeente te maken. En wel op de volgende manier. Uiteraard mag je stemmen voor de gemeenteraad. Je bent betrokken bij beleidsvorming, bijvoorbeeld door inspraak of je kunt protest aan tegen een beslissing. Je betaalt belasting, denk maar aan rioolbelasting, ontroerend zaakbelasting. En je bent klant van de gemeente, bijvoorbeeld als je een paspoort of een rijbewijs ophaalt. Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad, het college van BMW, oftewel burgemeester en wethouders, en de burgemeester. Het college van BMW is het dagelijks bestuur en heeft dus ongeveer dezelfde taken als het dagelijks bestuur van het land. Namelijk voorbereiden van beslissingen en uitvoeren van die beslissingen. De gemeenteraad is de volksvertegenwoordiging en heeft dus het laatste woord en controleren BMW.
Ze nemen dus de besluiten en ze controleren het dagelijks bestuur. Ook in de gemeente geldt dat wethouders, net zoals ministers, geen lid zijn van de gemeenteraad. En wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester echter wordt meestal niet gekozen. Als een nieuwe burgemeester benoemd moet worden, komt de gemeenteraad met een voorstel voor een kandidaat. Meestal neemt de minister van Binnenlandse Zaken deze aanbeveling over. Als de ministerraad dan instemt en de koningin een handtekening zet onder de benoeming, dan heb je een nieuwe burgemeester. Er is echter ook al een hele tijd een discussie over het kiezen van de burgemeester. Daarover later meer. De burgemeester heeft ook nog een aantal specifieke taken, namelijk verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en voor veiligheid. Hij is bijvoorbeeld ook hoofd van gemeente en brandweer. En hij is voorzitter van het college van BNW en de gemeenteraad. Massamedia. Massamedia hebben een aantal functies als het gaat om democratische besluitvorming. Dat klinkt heel lastig, maar dat betekent dat zij onderwerpen aandragen voor de politieke agenda, door er aandacht aan te besteden dus. Ze controleren politici, dus ze zullen op tv of in de krant iets plaatsen als een politicus iets niet goed doet. Dit noem je ook al de waakhondfunctie. Ze informeren burgers over het overheidsbeleid en ze zorgen voor meningsvorming. Door te schrijven over het beleid kunnen mensen hun mening daarover vormen. Ambtenaren. Besluiten van zowel de landelijke als de lokale overheid worden voorbereid en uitgevoerd door ambtenaren. Deze mensen zijn dus erg belangrijk in het hele proces. Ministers en wethouders zijn verantwoordelijk voor het handelen van de ambtenaren. Ze vormen dus eigenlijk, of ambtenaren vormen dus, een schakel tussen politiek en burgers. Het meest heb je te maken met ambtenaren van de gemeente. Denk maar aan een verzoek om informatie, een paspoort afhalen. Maar bijvoorbeeld ook de gemeentebeheerder die de sporthal open komt doen voor de sportvereniging. Dat zijn allemaal contacten tussen burgers en ambtenaren. Ambtenaren hebben best veel macht en dat vanwege hun specialistische kennis en de grote rol die zij hebben bij het maken van wetten en voorstellen voor wetten. Het bijzondere ook is dat ambtenaren natuurlijk gewoon in dienst zijn van de overheid. Het is dus gewoon hun baan. Dat betekent dat ze niet om de 4 jaar worden vervangen zoals alle ministers, maar dat ze gewoon blijven zitten. Een ambtenaar kan dus wel 40 jaar lang voor hetzelfde ministerie werken, waardoor zo'n ambtenaar behoorlijk veel invloed heeft. Kenmerken en rol van politieke partijen. Hoe hebben politieke partijen nou invloed op die besluitvorming? Ze proberen via verkiezingen natuurlijk groter te worden. Hoe groter ze zijn, hoe meer politieke macht ze hebben en hoe beter zij hun doelen kunnen bereiken. Ze houden zich bezig met de inrichting van samenleving en ze moeten daarbij dus belangen en wensen afwegen. Denk bijvoorbeeld maar aan het rookverbod, waarbij de belangen en wensen van niet-rokers en rokers tegenover elkaar staan. Ze maken een partij en een verkiezingsprogramma. Ze leveren natuurlijk ook mensen voor politieke functies. Daarbij moet je dus denken aan kamerleden, ministers, maar ook leden van de gemeenteraad, burgemeesters, wethouders enzovoort. Ze oefenen natuurlijk ook invloed uit op mensen in politieke functies. Een politieke partij waarvan een minister afkomstig is, officieel zit die minister niet in die partij in de Tweede Kamer. Maar die partij heeft wel degelijk invloed natuurlijk op zo'n minister. Soms nemen politieke partijen ook standpunten over van allerlei organisaties uit de maatschappij. Bijvoorbeeld werkgevers, werknemers, als het gaat om cao-overleggen. Mensen met hetzelfde geloof, consumentenorganisaties enzovoort. En
De rol die partijen spelen in politieke besluitvorming is afhankelijk van de vraag of zij regeringspartij zijn of oppositiepartij zijn. Een regeringspartij heeft duidelijk veel meer invloed dan een oppositiepartij. Nederland en de Europese Unie. Het buitenland oefent op allerlei manieren invloed uit op de besluitvorming in Nederland. Die invloed die komt meestal bij de Europese Unie vandaan. De Europese Unie is in 1992 opgericht. Daarvoor had het andere namen. In 2007 had het 27 lidstaten. De voorloper van de Europese Unie is de Europese Gemeenschap. Het doel van de Europese Unie, helemaal aan het begin, was Europa veiliger maken, oftewel nooit meer oorlog. De Europese samenwerking is dan ook begonnen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Dat doel is eigenlijk compleet gehaald, want alle landen die aan de EU meedoen, hebben onderling nooit meer oorlog gehad. Het tweede doel is het welvarender maken van Europa door economische samenwerking. Daarover zo meer. Europese economische samenwerking. De economie is heel belangrijk voor de Europese Unie. Daarom zijn er een aantal kenmerken die door de EU zijn bedacht om te zorgen dat die economie ook goed draait. Zo is er een gemeenschappelijke markt gemaakt, wat wil zeggen dat er vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen is. Dus geen vervelende douanecontroles meer. Zo wordt eerlijke concurrentie gegarandeerd. En is er een gemeenschappelijk landbouwbeleid. Opvallend is dat een groot deel van het budget opgaat aan dat landbouwbeleid. Andere vormen van samenwerking zijn bijvoorbeeld het buitenlands beleid, justitie en beleid en regelgeving op het gebied van milieu. Want milieuvervuiling stopt natuurlijk niet bij de grens. Wat is nou de invloed van de Europese Unie op het Nederlandse beleid en daarmee dus op jouw leven? Nou, veel van de wetten die wij in Nederland hebben, zijn voor een groot deel ook afkomstig of beïnvloed door wetten van de Europese Unie. Nederland is namelijk verplicht als lid om Europese richtlijnen om te zetten in Nederlandse wetgeving. We kijken naar verschillende voorbeelden op een aantal gebieden. Voorbeelden van invloed op sociaal-economisch terrein zijn, als het gaat om algemeen beleid, dan wordt er dus gekeken naar toename van de welvaart. Daar gaat het dus om bij sociaal-economisch. We hebben daarvoor gekregen de euro. Daardoor is het makkelijker om in andere landen te betalen en ook om met die landen handel te drijven. Je hebt rechten van de consument en die worden een stuk beter beschermd. Bovendien, als je in de supermarkt nu iets koopt, dan weet je dat het is gemaakt onder dezelfde omstandigheden als in Nederland. Overal gelden nu dezelfde gezondheids- en veiligheidsregels. Er wordt veel aandacht besteed aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Zo wordt er ook veel gedaan aan bescherming van het milieu. En mogen er bijvoorbeeld geen dierproeven meer gedaan worden om cosmetica-producten te testen. En tenslotte heeft de commissie ook nog mobiel bellen in het buitenland goedkoper gemaakt. Dus niet het mobiel bellen in Nederland, maar als jij in het buitenland bent. Enkele voorbeelden van invloed op sociaal-cultureel gebied. In het algemeen gaat het dan om de bevordering of de garantie van internationale stabiliteit en veiligheid. Wat dus wil betekenen dat er geen ruzie of oorlog is onderling tussen landen en dat je in elk land ook veilig voelt. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het eerbiedigen van de mensenrechten, dus gelijke rechten voor vrouwen en alle lidstaten moeten voldoen aan de voorwaarden van de democratische rechtsstaat. Je kunt dus in alle staten ook de overheid aanklagen, want dat is een onderdeel van die rechtsstaat. Daarnaast ken je het Europees burgerschap. Je hebt natuurlijk speciale rechten, namelijk dat recht om vrij te reizen, wonen en werken waar je wilt. En als jij
en een plaats in het buitenland woont, mag je daar ook voor de gemeenteraadsverkiezingen gaan stemmen. De EU stimuleert dat jongeren makkelijker in het buitenland kunnen studeren en stage kunnen lopen. Politiek. Hoe komen de Europese besluiten tot stand en welke invloed heb jij daarop als burger? Je mag 1 keer in de 5 jaar stemmen voor het Europees Parlement. Dat Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers. En je mag ook rechtstreeks stemmen op dat Europees Parlement, maar dan alleen op de Nederlandse kandidaten. Er zit ook gelijk een knelpunt. Er zitten 736 mensen in het Europees Parlement, waarvan 25 Nederlanders. Dus je hebt invloed op 25 van de 736. Het Europees Parlement kun je vergelijken met de Tweede Kamer. Het heeft eigenlijk dezelfde taken, namelijk medewetgeving en een controlerende taak. Ze controleren het dagelijks bestuur, oftewel de Europese Commissie. Maar ze zijn niet de enigen die beslissen over wetgeving. Ook alle ministers van alle betreffende EU-landen moeten een wet goedkeuren. Wat het weer een stuk onoverzichtelijker maakt. Zoals al eerder gezegd is de Europese Commissie het dagelijks bestuur van de Europese Unie. En is het te vergelijken met het kabinet in Nederland. Ze komen met voorstellen voor nieuwe wetten en ze zorgen ervoor dat nieuwe wetten en maatregelen uitgevoerd worden. Daarnaast controleren ze ook of de lidstaten de wetten en maatregelen wel goed uitvoeren. Je hebt dus invloed op de Europese besluitvorming door te stemmen, maar ook door te stemmen op het Nederlandse parlement en bijvoorbeeld door te lobbyen. Over lobbyen later meer. Nu is er ook nogal wat kritiek op Europa en er zijn ook gewoon problemen. Zo zijn bepaalde groepen bang voor de Europese superstaat. Dus dat Nederland steeds minder zelf mag gaan beslissen en dat er steeds meer in Europa wordt beslist. Hierdoor zou Nederland een soort provincie in een groot Europa worden. Voor een aantal mensen is het een probleem dat goedkopere arbeidskrachten uit andere landen naar Nederland komen. Vaak worden bijvoorbeeld de Polen genoemd. Je hebt binnen de EU nu eenmaal vrij verkeer als het gaat om reizen, wonen en werken. De Europese Unie wordt gezien als log en bureaucratisch. Dat betekent dat er veel papierwerk is en dat je moeilijk dingen geregeld krijgt. Het wordt steeds moeilijker bestuurbaar, doordat het ook steeds maar groeit. Dus hoeveel leden mag die EU eigenlijk hebben? Nederland moet volgens sommigen veel te veel betalen aan de Europese Unie. Er is sprake van onvoldoende democratische controle, omdat je eigenlijk dat Europese parlement moeilijk te spreken krijgt en maar op een heel klein stukje invloed hebt. En elke keer als er een nieuwe lidstaat bij komt, worden de zetels herverdeeld en krijgt Nederland dus iets minder invloed. Knelpunt in het functioneren van het politieke besluitvormingsproces en voorstellen voor verbeteringen. Oftewel, waar gaat het fout en hoe zou je dat dan kunnen oplossen? Wat je goed moet weten is dat de besluiten die we in Nederland nemen steeds meer onder invloed staan van Europa, zoals we net besproken hebben. Dat heeft ook als gevolg dat de afstand tussen kiezers en de politiek steeds groter wordt. Mensen hebben geen interesse in de politiek, ze begrijpen het misschien niet goed en gaan dus niet stemmen of besteden geen aandacht aan. Bovendien hebben ze natuurlijk ook maar een kleine hoeveelheid invloed op die besluitvorming. Denk maar aan het lage aantal zetels wat Nederland in het Europese parlement heeft. Maar burgers mogen bijvoorbeeld ook niet zelf de minister-president kiezen of een burgemeester kiezen. Dit kun je bijvoorbeeld dan weer verbeteren door een gekozen minister-president, een gekozen burgemeester of regionale kandidaatstelling van parlementariërs. Wat betekent dat we het aantal zetels in de Tweede Kamer eerlijk gaan verdelen naar het aantal inwoners per provincie. Dus dan krijgt elke provincie een vast aantal Tweede Kamerleden. Je kunt natuurlijk vaker referenda houden, wat het meervoud is van referendum.
Dan kunnen mensen rechtstreeks over een probleem stemmen. En je kunt natuurlijk ook zeggen dat het wederom verplicht wordt om te stemmen. Dat was vroeger ook al zo, tegenwoordig niet meer. Maar je zou het opnieuw kunnen invoeren. Wat zijn nou voor- en nadelen van een referendum? Voordelen. Je krijgt direct invloed op het politieke proces. Je mag echt zelf meebeslissen. Daardoor wordt de kloof tussen de politiek en kiezers weer kleiner. Want je mag echt invloed uitoefenen. Dus jij krijgt de kans om mee te beslissen. Dat betekent dat er ook meer belangstelling zal zijn. En op deze manier, via een referendum, kunnen ook groepen die nu nog in de minderheid zijn, toch een bepaalde hoeveelheid invloed hebben. En tenslotte ontstaat er ook een grote draagvlak voor een politiek besluit. Want als de meerderheid van de Nederlanders ergens voor of tegen is, dan zullen ze zich daar ook veel minder tegen verzetten. Het referendum heeft echter ook nog wel een aantal nadelen. Je gaat eigenlijk het werk van de volksvertegenwoordiging doen, waardoor de positie van die volksvertegenwoordiging wordt aangetast. We kiezen mensen om namens ons beslissingen te nemen en vervolgens gaan we dat weer zelf doen. De besluitvorming wordt ook een stuk vertraagd, want het organiseren van een referendum kost veel tijd en veel geld. Daarnaast heb je nog het probleem dat vele politieke problemen eigenlijk te ingewikkeld zijn om door mensen die daar niet de hele tijd mee bezig zijn een goed besluit over te kunnen nemen. Bovendien bestaat er ook nog het gevaar dat je door berichten op radio, televisie en in de krant maar één kant krijgt te zien van het onderwerp en dat je daardoor dus wordt beïnvloed. Oftewel dat je gemanipuleerd wordt door de media. Het leidt tot versnippering van de politieke besluitvorming, want dan doen we het op deze manier en dan weer op die manier. En kiezers stemmen niet zozeer over het onderwerp, maar meer omdat ze ergens bijvoorbeeld ontevreden over zijn. Dus ze zijn niet blij met de bezuinigingen bijvoorbeeld van het kabinet en stemmen daarom nee tegen een referendum over iets heel anders. En dat ja of nee is ook gelijk weer een probleem. Want zijn hele moeilijke problemen wel op te lossen met een ja of nee? Je moet ook mogelijkheden kunnen beschrijven waarop jij als burger invloed kunt hebben op de politieke besluitvorming en hoe belangen of pressiegroepen dat kunnen. Eerst de mogelijkheden van individuele burgers. Je hebt stemrecht bij verkiezingen op alle politieke niveaus. Je kunt natuurlijk een politieke partij oprichten, lid worden van een politieke partij inschakelen. Je kunt een actiegroep oprichten of een belangengroep. Je kunt ook lid worden van zo'n actie- of pressiegroep, in plaats van zelf echt actief aan mee te doen. Dan steun je door middel van geld. Je kunt een klacht of een bezwaarschrift indienen bij regering, parlement, het college van BNW. Je kunt een handtekeningenactie houden. Je kunt allerlei vormen van buitenparlementaire actie houden, dus bijvoorbeeld staken. Je kunt persoonlijk contact opnemen met een politici door een e-mail te sturen naar een minister, een lid van de Tweede Kamer enzovoort. Je kunt de media inschakelen, dus proberen aandacht te krijgen voor jouw probleem. Je kunt klachten indienen over bestuursorganen, dat kun je doen bij de Nationale Ombudsman. Je kunt gebruik maken van officiële inspraakmogelijkheden. Je kunt natuurlijk een verzoek indienen tot een referendum. En we zijn immers een rechtsstaat, dus als je het er echt niet mee eens bent, kun je ook nog de rechter inschakelen en de overheid aanklagen. Belangen en pressiegroepen proberen ook invloed uit te oefenen op de politiek. Maar wat zijn nu belangen of pressiegroepen? Dat zijn groepen die bepaalde belangen nastreven. En ten behoeve van die belangen proberen ze druk uit te oefenen op de politieke besluitvorming. Een voorbeeld, de ANWB is een belangengroep voor automobilisten. En als het dus gaat om maatregelen die juist heel gunstig zijn voor automobilisten,
of juist heel ongunstig zijn, zullen ze daar invloed op proberen uit te oefenen. Zij zullen zich niet bezighouden met beslissingen over visserij bijvoorbeeld. Hoe kunnen deze groepen nou de politiek beïnvloeden? Ze kunnen allerlei openlijke acties houden, zoals een demonstratie, blokkades, vastketenen en consumentenstaking. Een actie beïnvloedt de publieke opinie, dus wat de meerderheid denkt. Ze worden vaak gevraagd om te overleggen in adviesorganen en ze kunnen lobbyen. Lobbyen, dan proberen vertegenwoordigers van pressie- of belangengroepen op een informele manier, ook wel achter gesloten deuren genoemd, met politieke besluitvormers te overleggen en hen te beïnvloeden op die manier. Wat zijn nou verschillen in machtsmiddelen die maatschappelijke groepen of organisaties hebben om de politieke besluitvorming te beïnvloeden? Want niet elke pressiegroep heeft evenveel macht. Dat verschil zit hem in de volgende punten. De ene pressiegroep beschikt over veel meer kennis en deskundigheid dan de andere. De ene is veel groter dan de andere. De ANWB heeft 4 miljoen leden en beschikt dus over een veel grotere achterban dan sommige andere pressiegroepen. Uiteraard ook de financiële middelen. Hebben ze formele of wettelijke bevoegdheden? De personen die leiding geven aan die pressiegroep, hebben die veel gezag en charisma? Charisma is de uitstraling die je hebt. Of zo'n pressiegroep makkelijk toegang heeft tot media en makkelijk toegang tot belangrijke politici. En of zij ook zitting hebben in adviesorganen. Politieke partijen en stromingen. Je moet van deze partijen en stromingen standpunten en uitgangspunten herkennen, noemen en verklaren. Het gaat hierbij alleen om de partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Politieke partijen en politieke opvattingen kun je verdelen met de begrippen links, midden, rechts en met de begrippen progressief en conservatief. Links noemen we progressief, rechts noemen we conservatief. Kenmerken van links zijn dat ze een sterke rol voor de overheid willen om ongelijkheid en inkomensverschillen kleiner te maken. En ze letten extra op de zwakkere groepen in de samenleving, dus de mensen met lage inkomens. En ze willen juist meer vrijheid voor ieder persoonlijk op het gebied van waarden, normen en moraal. Rechtsconservatieve partijen willen juist meer ruimte voor het bedrijfsleven en een kleinere rol van de overheid in de economie. En ze komen dus eigenlijk daarmee meer op voor de belangen van hogere inkomensgroepen. Ze vinden echter wel dat normen en goede zeden, dus goed gedrag van de samenleving, gaan boven de vrijheid van het individu. Dat is dus precies het tegenomgekeerde van links. Bijvoorbeeld dus geen homohuwelijk, verbod op euthanasie en geen gedoogbeleid als het om drugs gaat. Een mogelijke indeling, want hier is een heleboel discussie over, maar een mogelijke indeling van links naar rechts is de Socialistische Partij, GroenLinks, PvdA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, CDA, SGP, VVD en de Partij voor de Vrijheid. Behalve het verdelen van politieke partijen in links, midden, rechts en progressief-conservatief, kun je ze ook nog indelen op stroming. Populisme is een stijl van politiek bedrijven en een manier van communiceren in eenvoudig en vaak overdreven taalgebruik. Wat je eigenlijk doet bij populisme is roepen wat de mensen graag willen horen. En dat probeer je via de media onder de aandacht te krijgen. Liberalisme. De liberale stroming en partijen. Uitgangspunten bij het liberalisme zijn individuele vrijheid en individuele rechten. Dus economische vrijheid, vrijheid om te nemen, ruimte voor de markt enzovoort. Overige trefwoorden zijn particulier initiatief. Het moet makkelijk zijn voor een persoon om een bedrijf te starten, of een vereniging, of een stichting, enzovoort. De overheid moet een kleine
rol hebben, oftewel deregulering. En de overheid heeft juist een grote taak op het gebied van het handhaven van openbare orde en defensie. Criminaliteit moet dus wel degelijk hard door de overheid worden aangepakt. Bescherming van de rechtsstaat en handhaven van een democratisch staatsbestel vormen de onmisbare voorwaarden voor de vrijheidsbeleving van de burgers. Oftewel, je bent een rechtsstaat nodig en een democratie om je echt vrij te voelen. Als het gaat om bijvoorbeeld abortus en euthanasie, ook op dat gebied wijzen liberalen naar je eigen vrijheid en je eigen verantwoordelijkheid daarin. Liberale partijen zijn VVD, de Partij voor de Vrijheid en D66. D66 ziet zichzelf als een sociaal-liberale partij. Belangrijke uitgangspunten van D66 zijn ook meer linkse ideeën, zoals democratisering van politieke samenleving, bestuurlijke vernieuwing, waarmee ze eigen bedoelen een gekozen burgemeester en gekozen minister-president en het invoeren van een referendum. Voor je examen moet je aanhouden dat D66 een liberale partij is. De sociaal-democratische, socialistische stroming en de partijen die erbij horen. Uitgangspunten is het streven naar gelijkheid. Gelijkheid is dan ook het kernwoord van deze stroming. Daarmee bedoelen ze dus dat er een minder groot verschil moet zijn tussen arm en rijk. In Nederland, dat bereik je door veel regels te maken. Dus de overheid heeft een grote rol. En de overheid moet dan van allerlei dingen regelen op het gebied van gemeenschapsgoederen zoals onderwijs, sociale voorzieningen enzovoort. Andere trefwoorden die hierbij horen zijn dat mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. Het verkleinen van verschillen in inkomen noem je ook wel nivellering. Ze willen welvaart voor iedereen en ze komen op voor de zwakken in de samenleving. De bekendste sociaal-democratische partij is de PvdA. Andere partijen die zich ook op dit gedachtegoed baseren zijn GroenLinks en de Socialistische Partij. De christendemocratische stroming en partijen. Uitgangspunten bij deze stroming zijn bijbelse waarden als naastenliefde en verantwoordelijkheid. Het christelijk geloof is de inspiratiebron. Harmonie en samenwerking tussen verschillende organen en binnen de overheid en samenleving. Overige kenmerken zijn de gespreide verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een rol en niet alleen maar de overheid, maar ook bedrijven, instanties en burgers. Dus gezondheidszorg moet je bijvoorbeeld wel regelen, maar een heleboel andere dingen kunnen burgers ook best zelf regelen. Ze zijn voor de verantwoordelijke samenleving. Wat betekent dat de verantwoordelijkheden waar mogelijk moet je in de handen van burgers zelf en hun organisaties leggen. Het rentmeesterschap is hun idee van omgaan met de aarde. Je hebt de aarde in bruikleen gekregen van God en daar moet je goed mee omgaan. Verder vinden christendemocraten het gezin erg belangrijk. De bekendste christendemocratische partij is het CDA. Ook de ChristenUnie en de SGP zijn christelijke partijen. Voor deze laatste twee partijen is de Bijbel ook hun richtlijn voor het politiek handelen. De overige kenmerken van deze stroming gelden ook voor deze partijen. De rechtsextremistische stroming. Uitgangspunt is ongelijkheid. Rechtsextremisme kennen we eigenlijk vooral onder nazisme. Oftewel in de burgermond nazi's genoemd. Die ongelijkwaardigheid die heeft dus betrekking op het ras. Dus nationaliteit, nationalistisch. Het gaat ook op seksuele geaardheid of seksen. Mannen zijn bijvoorbeeld beter dan vrouwen. Je ziet vaak een centraal leiderschap. Denk bijvoorbeeld aan de dictators zoals Hitler destijds. En ze zijn ook vaak bereid geweld te gebruiken. Rechtsextremistische stroming heeft vaak ook simpele oplossingen voor grote problemen. Het opduiken van rechtsextremistische denkbeelden en rechtsextremistisch geweld zijn vooral waar te nemen als het slecht gaat met de economie.
Dus als er crisis is en werkloosheid. Deze stroming is trouwens in Nederland relatief klein. Ze hebben altijd simpele plannen voor grote problemen, zoals eigen volk eerst, vol is vol en aanpassen of wegwezen. Ze zijn dan ook van mening dat de Nederlander, waarmee wordt bedoeld een blanke man bij voorkeur, dat die superieur is aan andere volken. De ecologische stroming. De ecologische stroming is relatief nieuw. Trefwoorden van deze stroming zijn geen aantasting van natuur en milieu. Goederen moeten milieuvriendelijk en duurzaam geproduceerd worden. En als het gaat om wat wij gebruiken, oftewel consumeren, moeten wij veranderen in ons gedrag. Dus biologisch vlees gaan eten en biologische groenten. En zuiniger zijn met stroom, enzovoort. Ook GroenLinks rekent zichzelf tot deze stroming. Tot de ecologische stroming behoort ook de Partij voor de Dieren. De Partij voor de Dieren weigert een positie in te nemen op de links-rechtsschaal, maar wordt vaak tot centrum-links gerekend.